Hi, ik ben juf M. Leuk dat je weer kijkt. En vandaag praten wij over grammatica. Wij praten over werkwoorden. Wij praten over modale werkwoorden. Modale werkwoorden geven een speciale betekenis, een special meaning. Zij geven een speciale betekenis aan de zin. De betekenis, de meaning, de betekenis van de zin verandert, change. De betekenis verandert door het werkwoord dat je kiest. Kijk maar naar het voorbeeld. Kunnen, mogen, moeten, willen en zullen, dat zijn de Nederlandse modale werkwoorden. Kan ik pinnen? Pinnen, met de pin betalen. Mag ik pinnen? Moet ik pinnen? Wil je pinnen? Zal ik pinnen? Deze zinnen lijken op elkaar, they resemble, maar zij betekenen niet hetzelfde. Mag je hier roken? Kan ik hier pinnen? Kun jij zwemmen? Ik wil goed Nederlands spreken. Waar moet ik mijn handtekening zetten? Zal ik koffie halen? Het eerste werkwoord noemen wij een hulpwerkwoord. Een hulpwerkwoord. Het hulpwerkwoord zegt iets, says something, zegt iets over het tweede werkwoord. 1, 2. Het eerste werkwoord is een hulpwerkwoord en het zegt iets over het tweede werkwoord. In deze zinnen is het tweede werkwoord altijd infinitief, dus niet voltooid deelwoord. Mag je hier roken? Hulpwerkwoord infinitief. Wat is de betekenis van onze modale werkwoorden? Hoe gebruik je ze? How to use them? What's the meaning? Wat is de betekenis? Hoe gebruik je ze? En hoe vervoeg je deze werkwoorden, vervoegen? Wat zijn de vormen van de werkwoorden? Deze werkwoorden zijn allemaal onregelmatig, irregular. Sorry, ik heb wel één regel. Deze persoonsvormen hebben in de derde persoon enkelvoud geen T. Jij zegt hij kan en niet hij kant. Hij wil, niet hij wilt. Hij mag, hij moet en hij zal. Kijken we naar het eerste werkwoord. Mogen. Mag je hier roken? Mag je hier roken? Nee, hier mag je niet roken. Mag je hier roken? Ja, dat mag. Ja, je mag hier roken. Nee. Nee, je mag hier niet roken. Mogen gaat over is iets toegestaan. En toestaan betekent in het Engels permitted, allowed. Mag dat? Ja, dat mag. Mag dat? Nee, dat mag niet. Het is verboden. Het mag niet. Het is niet toegestaan. Deze drie woorden betekenen allemaal hetzelfde. Toestaan, verboden, het mag niet. En dit zijn de vormen van het werkwoord mogen. Mogen is de infinitief en dit zijn de vormen die horen bij het enkelvoud. Ik mag, jij mag, u mag, zij mag en hij mag. En bij het meervoud gebruiken wij natuurlijk de infinitief. Wij mogen, jullie mogen en zij mogen. Kijken we naar het volgende werkwoord. Het werkwoord kunnen. Kan ik hier pinnen? En kun jij zwemmen? Nee, ik kan niet zwemmen. Kunnen heeft twee betekenissen. Kunnen kan betekenen mogelijkheid. Kan ik hier pinnen? Is it possible? Possibility. Mogelijkheid. Kan ik hier pinnen? Is het mogelijk? En de tweede betekenis is: kun jij zwemmen? Nee, ik kan niet zwemmen.
gaat over kwaliteiten en capaciteiten. Ability. Are you able to swim? Kan jij zwemmen? Hey, ik kan niet zwemmen. Kijken we naar de vormen van het hele werkwoord kunnen. Ik kan, jij kan, jij kunt. Deze twee vormen zijn allebei goed. U kan, u kunt, zij en hij kan. En dus niet zij kunt en hij kunt. Dat is niet goed. En let op, jij kunt. Maak jij een vraag, staat jij achter het werkwoord en is jij het onderwerp, dan gaat de T weg. Dus jij zegt niet, kunt jij, maar jij zegt, kun jij. Daar moet je op letten. En in het meervoud gebruiken wij altijd infinitief. Wij kunnen, jullie kunnen en zij kunnen. Kijken we nu naar het werkwoord willen. Willen. Ik wil graag goed Nederlands spreken. Ik wil graag goed Nederlands spreken. En deze zin? Ik wil die telefoon nu hebben. Willen heeft twee betekenissen. Het kan zijn, ik wil graag, dan gaat het over een wens. Over een wens. Ik wil heel graag goed Nederlands spreken. A wish. Iets dat je graag wilt. Something you like very much. En het kan ook betekenen, zoals in deze zin, ik wil die telefoon nu hebben. Een eis. A demand. Een eis. Dus, iets dat je graag wilt, een wens. Of iets wat je eist. Kijken wij nu naar de vormen van het werkwoord willen. Willen is infinitief. Ik wil, jij wil, of jij wilt, dat is allebei goed. U wil, u wilt, is allebei goed. Zij wil en hij wil. En niet zij wilt en hij wilt. Dat is niet goed. Veel mensen maken hier fouten mee, maar het is niet goed. En denk erom, deze T gaat weg als jij achter het werkwoord staat en het onderwerp is. Meervoud, altijd infinitief. Wij willen, jullie willen en zij willen. Kijken we naar het werkwoord moeten. Als het verkeerslicht rood is, dan moet jij stoppen. Als het verkeerslicht rood is, dan moet jij stoppen. You have to stop. Jij moet stoppen. Waar moet ik mijn handtekening zetten? Handtekening, to sign. Waar moet ik mijn handtekening zetten? En nummer 3. Als je ziek bent, nou, dan moet je sinaasappels eten. 3 betekenissen. Als het verkeerslicht rood is, dan moet je stoppen. Dat is een verplichting, een obligation. You have to do it. Verplichting. Waar moet ik mijn handtekening zetten? Gaat over iets wat nodig is. It's necessary. Bijvoorbeeld een contract voor jouw werk. Een contract voor jouw huis. Jij moet tekenen, anders krijg jij jouw contract niet. Dat is nodig dat je tekent. Als je ziek bent, dan moet je sinaasappels eten. Nou, dat moet natuurlijk niet. Dat is een advies. Dat is een advice. Dat is een advies. Dus, moeten bij een verplichting. Iets wat nodig is. En bij een advies. En dit zijn de vormen van het werkwoord moeten. Moeten is de infinitief. Ik moet, jij moet, u moet, zij moet, hij moet. Die is niet moeilijk. Geen regels. Gewoon leren. Dan het werkwoord zullen. Kijk naar de voorbeeldzinnen. Zal ik wat drinken halen? Zal ik wat drinken halen? Shall I get us some drinks? Zal ik wat drinken halen? De tweede. Ik zal vanavond koken. Ik zal vanavond koken. I promise to cook tonight. Ik zal vanavond koken. En de derde zin. Het zal wel druk zijn in de bus. Het zal wel druk zijn in de bus. I expect it to be crowded. Druk. Zullen heeft 3 betekenissen. Je gebruikt zullen bij een voorstel.
Zal ik wat drinken halen? Zal ik wat drinken halen? Shall I get us some drinks? Een voorstel, een proposal. Je gebruikt zullen bij een belofte. Ik zal vanavond koken. I promise to cook tonight. En je gebruikt zullen bij een verwachting. Het zal wel druk zijn in de bus. I expect it to be crowded. Een verwachting, een expectation. En jij gebruikt zullen als wij praten over de toekomst. Iets wat nog komt, the future. Dit zijn de vormen van het werkwoord zullen. Zullen is infinitief. Ik zal, jij zal of jij zult. Dat is allebei goed. U zal, u zult, zij zal en hij zal. En denk erom, deze T van jij gaat weg als jij achter het werkwoord staat en het onderwerp is. Dan zeg je zul jij en niet zult jij. Meervoud. Zullen, meervoud, altijd infinitief. Wij zullen, jullie zullen en zij zullen. Kijken we nog eventjes naar alle modale werkwoorden. Mogen, kunnen, willen, moeten en zullen. Dit zijn voorbeeldzinnen. Mag ik pinnen? Is het toegestaan? Is it allowed, permission? Dan gebruik jij mogen. Kan ik pinnen? Is het mogelijk? Is it possible? Voor een mogelijkheid gebruik jij kunnen. Willen. Wil je pinnen? Dat is een wens. Wil je pinnen? Moeten. Moet ik pinnen? Is het een verplichting? Is het een obligation? Moet ik pinnen? En het werkwoord zullen. Zal ik pinnen? Dan is het een voorstel. Zal ik pinnen? Zal ik pinnen? Een proposal. Een voorstel. Mogen. Permission. Toestemming. Kunnen. Possibility. Mogelijkheid. Willen. Een wens. A wish. Moeten. Obligation. Verplichting. En zullen. Gaat over een voorstel. Een proposal. En je gebruikt zullen als je praat over de toekomst. Goed. Dit waren de modale werkwoorden. Succes met oefenen. Doei!